Veel mensen, maar vooral heel veel oranje was de vrijdag te vinden in het centrum van Eindhoven. Het was Koninginnedag, voor veel mensen een dagje uit. Bijvoorbeeld naar de rommelmarkt. Wat verkopen jullie hier allemaal? Poppetjes, cd's, spelletjes en ja, speeltjes. En al veel klanten gehad? Niet heel veel. Ik verkoop paraplu's, allemaal kleuterspullen, strips en dat soort dingen. En waarom doe je die weg? Hou je dat niet veel liever zelf? Nee, want ik wil ook geld verdienen en het is een beetje rommel bij ons thuis. Uw kraampje, dat is al aardig leeg, zie ik. Ja, klopt. Maar wij stonden elkaar voor 5:30 hier. En zo vroeg? Zo vroeg, ja. Want anders heb je geen plaats meer. En die plaatsen waren er niet alleen voor mensen die van hun rommel af willen. Waarom schilderijen? Het is mijn hobby en ik schilder graag. Ik vind het leuk om verschillende dingetjes te maken. En ja, ik probeer door middel van te verkopen, probeer ik de kosten eruit te krijgen. En ja, dit leek me wel een mooie plek om hier te verkopen, dus vandaar. Ik heb er nu een stuk of 7, 8 verkocht, dus ja, dat is leuk. Het zonnetje begint nu te schijnen, dus ik neem aan dat het nog beter gaat de loop van de dag. Ja. We zien er in de hele verzameling camera's. Hoe komt die hier? Die camera's die zijn van mijn vader, die spaart ze en wilde ermee stoppen en heeft gezegd, nou probeer maar en verkoop maar een gedeelte, dus op die manier. Hij belde net nog en hij vroeg van hoe gaat het met de verkoop? Ik zei, gaat goed en ik had ze voor 1,50 euro verkocht. Hij zei, ben je besodemieterd? Daar moet je veel meer voor vragen. Koninginnedag is natuurlijk geen Koninginnedag zonder oud-Hollandse spelletjes. Ook waren er dingen die je misschien niet zo snel op een rommelmarkt zou verwachten. Zoals een massagetafel, verkleed als flamingo balanceren op een bierkratje en coupe du compress. Hoe ben je hier nou bijgekomen om dit te gaan doen? Nou, we hebben een eigen werkplaats hier in Eindhoven en we doen het af en toe voor de grap als we al stof van ons af spuiten na het werk. En ook een keertje door het haar gedaan en dat zag er super leuk uit, dus toen dachten we van daar gaan we nu voor commercialiseren op Koninginnedag. Nou gaan we rijk worden. Misschien is dat ook wel het doel van de vele muzikantjes die tussen de kraampjes stonden te spelen. Een avond eerder, tijdens Koninginnedag, klonk het Wilhelmus toch ietsje anders. Wilhelmus van mij, Donderdagavond kon iedereen op de markt, het Stationsplein, Wilhelminaplein, Stadhuisplein en Stratumzijn genieten van zijn of haar favoriete muziek. Op de markt zat de stemming er al vroeg in. Nou, wat kijk gezellig. Kijk gezellig, Eindhoven, kijk gezellig. Iedereen zei altijd dat de feestjes in Eindhoven niet doorgingen, maar het gaat gewoon door. Het is gewoon leuk. Wat gaan jullie nu doen? Na muziek. Naar een plaats waar muziek is. Waar we kunnen feesten en onze ballon kunnen showen. Op het Wilhelminaplein speelden een aantal rockbandjes. Volgens de bezoekers het gezelligste plein tijdens Koninginnennacht. Als je op andere pleinen bent, wil het dan wel eens een keer of leeg zijn of een beetje, moet ik zeggen, al te enthousiast. En dit is iedereen die laat iedereen zijn gang gaan. Om 12 uur werd het weer rustig op de meeste pleinen. Maar dat maakt voor de echte feestvierders natuurlijk niks uit. Waar gaan we naartoe? Stadhuisplein. Waarom? Ja, helemaal losgaan natuurlijk. En waarom juist dat plein? Omdat daar is afgelopen. En we moeten alles even gezien hebben. Waar gaan jullie nu naartoe? Naar de kloten. Houdoe en bedankt. Heel veel plezier. Fijne avond. Het regende donderdag weer lintjes. In heel Nederland werden mensen die iets goed doen voor de samenleving in het zonnetje gezet. In Eindhoven werden 15 mensen voor hun verdiensten benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja, super gaaf. Verrassing. Keileuk. Ja. Het is geweldig. Het is ook een hele leuke erkenning voor hetgeen wat ik al jaren doe voor het een en ander binnen het Eindhovense gemeenschap. Ja, geweldig. Ja, heel erg leuk. Maar ook wel heel erg dubbel altijd. Want jij krijgt een lintje, maar je doet natuurlijk ook wel iets daarvoor. Dat is wel zo. Maar er zijn zoveel meer mensen in zo'n groep waarvan jij denkt van, ja, maar die doen zeker zoveel.
En die werken zeker zo hard aan zo'n groep. Waarom krijg ik nou dat lintje? Het moest eigenlijk voor iedereen een verrassing blijven. Het was een verrassing. En dat was ook wel een verrassing. Want ik was hierheen gelokt met het verhaal dat dit lintje zou worden uitgereikt aan iemand anders in de groep. Maar dat was niet helemaal gelukt. Als je ziet dat de garage bij mij, het bier stapelde zich maar op en de wijnflessen die werden maar aangesleept. En dan ga je op een gegeven moment ga je 1 en 1 optellen. En dan denk je van, hé, verdorie, daar gaat iets gebeuren hier. Ja, van de week. Toen vroeg mijn zoon of ik mee naar de presentatie wou van het Vendeltreffen 2013. En hij zei, mam, doet uw gildekleren aan, maar uw hoedje hoefde niet op. En toen kreeg ik dus een vermoeden van, oh, daar gaat iets gebeuren. Voor wie dit jaar niet aan de beurt kwam, volgend jaar op de dag voor Koninginnedag is het opnieuw lintjesregen. En nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met een megafoon en een sirene werd dinsdag door de burgemeester bij het station een grote plaat onthuld met daarop het Nederlands paviljoen van de World Expo in Shanghai. En de burgemeester, die is trots, want het gebouw is ontworpen door de Eindhovense architect John Keurmeling. Ja, daar ben ik zeker. Dat is ook een geweldige prestatie. Want het zijn een Eindhovense ingenieur, John Keurmeling, en constructeurs hier uit de omgeving die dit samen mogelijk gemaakt hebben. Het Nederlandse paviljoen draagt de naam Happy Street, een straat in de vorm van een 8, het Chinese geluksgetal. Het thema is Better City, Better Life. Het is de Happy Street, het is een 8, dat is ook het geluksgetal in China. Kun je rondlopen, oneindig, double infinity, dus 2 keer oneindig. En er staan huisjes op, allerlei verschillende dingen, een winkel en een benzinepomp. Allemaal Nederlandse dingen, maar in die huisjes vind je ook producten die ook niet onbelangrijke mate hier vandaan komen, omdat het wel over technologie gaat. Het pand is klaar voor de opening, maar er ontbreken nog wat kunstwerken. Die zijn te laat, in verband met de aswolk uit IJsland. Het valt bijna niet op, maar het is toch gevaarlijk. De LED-verlichting van de 3 zebrapaden in strijp S geven op het verkeerde moment aan dat voetgangers kunnen oversteken. De lampjes springen op groen wanneer er een bus overheen rijdt en ze staan op rood als het veilig is om over te steken. En ook rijden de meeste bussen door rood licht. Volgens fabrikant Paleco moet het systeem nog verder ontwikkeld worden. Zo staat er nog een bronzen beeld en zo is hij weg. Het paard en cosmonologie zijn 2 van de 6 kunstwerken die de afgelopen tijd zijn gestolen. De werken kosten bij elkaar zo'n 40.000 euro. Het omgesmolten brons levert een schamele €3,50 op, maar toch hebben de bronsdieven de moeite genomen om de Eindhovense werken te stelen. De politie heeft nog geen idee waar de beelden zijn gebleven. Een groep autistische jongeren die samenwerkt aan een aantal computerspelletjes. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het gebeurt toch echt. De computercursus Game Design, die door begeleidingscentrum Zorg Oké en de Fontys wordt georganiseerd, zorgt ervoor dat 16 jongeren met een vorm van autisme samen eindelijk kunnen doen waar ze echt goed in zijn. Computerspelletjes maken. Het idee was om een shooter te mixen met een RPG. We hebben uiteindelijk wat weinig tijd gehad om het helemaal af te maken, maar het is toch wel aardig gelukt. Een soort zoomworstelspelletje, ik weet niet precies hoe het heet, maar je moet allemaal groenten pakken. En de rotte groenten mag je niet pakken. En dan krijg je punten voor en dan moet je zo proberen zoveel mogelijk punten te halen. Waarom houden jullie deze cursus hier? Omdat dit de ideale plek is om jeugd met een bijzondere gave op het gebied van gamen in een omgeving te laten werken waar ze tot hun recht komen. Samenwerken, samen dingen doen is voor kinderen met autisme vaak een heel moeilijk iets. Wat heb je bijvoorbeeld geleerd? Ja, hoe je spellen moet maken. Gewoon algemeen een beetje, ook samenwerken met anderen dan, ook een beetje geleerd. Volgens ervaringsdeskundige Stijn van Empel kunnen de dingen die ze hier leren ook in het echte leven van pas komen. Maar dat gaat beetje bij beetje. Nou, dat voetballen buiten, dat zie ik er nog niet van komen. Maar het zou bijvoorbeeld wel kunnen dat sommigen bijvoorbeeld met z'n tweeën verder werken aan het spelletje wat ze nu hebben ontwikkeld. Iedereen die de cursus heeft afgerond krijgt een certificaat en na de zomervakantie wordt dat herhaald. De cursus is namelijk zo'n groot succes dat er alweer een nieuwe ronde staat gepland. Eindhoven heeft een fris nieuw college van burgemeester en wethouders. Dinsdagavond werden ze officieel geïnstalleerd. Voor een stad als Eindhoven waren 4 wethouders, zoals in de vorige periode, echt te weinig. Dus de stad heeft er nu 6.
twee van de VVD, twee van de PvdA, één van GroenLinks en een D66'er. De burgemeester is in ieder geval zeer te spreken over zijn nieuwe groepje. Ja, we hebben zes leuke nieuwe wethouders. Ik heb ze afgelopen weken natuurlijk al mogen leren kennen. Allemaal stuk voor stuk heel enthousiast. Willen met heel veel energie zich inzetten voor de stad. En daar mogen we heel tevreden over zijn. De nieuwe wethouders hebben er duidelijk zin in. Ik ben de wethouder van Eindhoven. En dat betekent dat ik mij nu al een beetje Eindhovenaar voel. En ook heel veel wil betekenen voor Eindhoven. Nou, hier staat een gedreven wethouder die er heel veel zin in heeft om haar kennis en kunde in dienst te stellen van deze stad en van de inwoners van deze stad. Nou, ik ben hier geboren en opgegroeid, zeg maar. En ik vind het een mooie stad. Ik ga voor Eindhoven twee dingen betekenen. Ten eerste dat het geld wat de burgers opbrengen, dat zo besteed wordt dat het bij de mensen terechtkomt die het hardst nodig hebben. En bij de instellingen die goede dingen voor de stad doen. En het tweede dat ik voor de stad ga betekenen, is dat de dienstverlening nog beter wordt. Nou, van kroegbaas tot wethouder, hoe voelt het? Ja, van schijkende student naar kroegbaas naar wethouder. Nee, het voelt geweldig. Ik heb er enorm veel zin in, het weet heel anders. Maar goed, dat doe ik mijn hele leven al, iets anders. Ik vind het erg leuk om elke keer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dus ik ben er klaar voor. De wethouders gaan aan de slag. Eindhoven is er klaar voor. Het WK van Eindhoven krijgt een koninklijke beloning. Het sportproject van Kleurrijke Stad heeft namelijk een appeltje van Oranje gewonnen. Deze prijs van het Oranje Fonds gaat dit jaar naar projecten die succesvol sport hebben ingezet om verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen. Het WK van Eindhoven deed dit door kinderen van verschillende Eindhovense basisscholen tegen elkaar te laten voetballen en iedere school een ander land te laten vertegenwoordigen. 21 mei, dan wordt de prijs door Prinses Maxima uitgereikt op Paleis Noordeinde. Rijkswaterstaat gaat per direct elektronische informatieborden plaatsen op de randweg Eindhoven. De borden moeten ervoor zorgen dat automobilisten niet meer kilometers moeten omrijden omdat de bewegwijzering onduidelijk is. Sinds kort is de verkeerssituatie veranderd, waardoor regionaal en doorgaand verkeer van elkaar gescheiden zijn. En dat is even wennen. De informatieborden zijn een tijdelijke maatregel. Rijkswaterstaat heeft nog geen permanente oplossing bedacht. Dan, als ze de hoek omslaat. Eindhoven heeft een nieuwe stadsdichter, Piet van de Boom. De verkiezing was deze keer anders dan gewoonlijk. Het publiek mocht ditmaal namelijk niet stemmen. In plaats daarvan had een jury het voor het zeggen. En deze jury was zo onder de indruk van de Boom dat ze vonden dat alleen hij het verdiende om het te worden. Met als gevolg dat Van de Boom de enige genomineerde was. Voor de jury was het dus geen verrassing wie er dit jaar zou winnen. Voor de nieuwe stadsdichter zelf wel. Ik had alleen gedichten ingestuurd met het idee, nou die zijn goed genoeg om mee te kunnen doen. En dan ben ik toch wel blij verrast als blijkt dat ze het heel erg goed vonden. Piet van de Boom is voor de komende twee jaar dus de stadsdichter van Eindhoven. Bij Koninginnedag hoort de lintjesregen. Bijzondere Eindhovenaren worden in het zonnetje gezet en bedankt voor al het goede werk. Maar zij zijn volgens de Eindhovenaren niet de enige die een lintje verdienen. Mijn vriendin die verdient een lintje omdat zij de liefste en de mooiste mama wordt van heel Eindhoven. Nou, ik denk mijn moeder. En waarom? Omdat ze een goede mantelzorger is en klaar staat voor iedereen. Ja. Wanneer gaat het gebeuren? 15 juli. Gefeliciteerd. Dankjewel. Onze pleegmoeder Kitty. Omdat zij ons heel erg steunt in heel veel dingen. En omdat zij heel veel pleegkinderen in huis heeft genomen. Ik heb een vriendin, dat is Corrie Vrede. En ze is altijd zo'n optimist en het is een vriendin van mij. Maar het is zo'n lieverd, die verdient het echt wel. Juffrouw Els. Mijn moeder. Mijn stiefzoon. En mijn man. Ja. Dan hebben we het over dezelfde persoon. Ja, klopt. Omdat ze ontzettend veel voor mijn kinderen doet. Altijd klaarstaat voor mij en mijn gezin. En de liefste oma is van de wereld eigenlijk. Omdat hij heel erg ziek is geweest en heel kritiek heeft gelegen. En wij heel erg blij zijn dat hij daar bovenop gekomen is. Bovenal is het een ontzettende goede vader. En een hele lieve man. En die voor 5 kinderen zorgt. En ik denk dat dat wel een lintje waard is. Voor deze harde werkers en vele anderen zit het er dit jaar nog niet in om een lintje te krijgen. Ja, oh, gaat niet door dus. Oh, jammer. Maar volgend jaar hebben ze opnieuw een kans om er eentje te krijgen.